Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Mirte. Mirte heeft altijd gedacht en ook geleerd dat obstipatie, dus verstopping in je darmen, aan de orde zal zijn. Het gevolg is van de consumptie van vochtarme, vezelarme voeding. Want vochtarme, vezelarme voeding is niet al te volumineus, zorgt niet echt voor het oprekken van je darmwand. En wanneer vochtarme, vezelarme voeding in jouw darmen belandt, dus voeding die niet echt zorgt voor oprekking van je darmwand, en dus niet erg volumineus is, ja, dan zullen de spieren in je darmwand niet bepaald gestimuleerd worden om te gaan bewegen, peristaltische bewegingen te gaan vertonen, aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen. Kan de inhoud van je darm niet voortgestuwd worden met behulp van die darmwandspieren en zal het stil komen te liggen met obstipatie, verstopping tot gevolg. Maar nu heeft Mirte gelezen dat obstipatie, dus verstopping in van je darmen, ook plaats kan vinden wanneer je voeding vochtrijk en vezelrijk is. En dus wel een volumineuze voeding in je darmen belandt. Voeding die je darmwand doet oprekken. En dus voeding die je darmwandspieren stimuleert om peristaltische bewegingen te gaan vertonen. Aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen. En dat begrijpt Mirte niet echt. Dus de vraag van Mirte is of dat klopt. En zo ja, hoe dat dan zit. Dat obstipatie, verstopping van en in je darmen, ook op kan treden wanneer je voeding vochtrijk en vezelrijk is. Hoe zit dat? Nou, Mirte. Verstopping, obstipatie van en in je darmen zal aan de orde zijn wanneer, nadat voeding in jouw darmen is beland, of dit nou voeding betreft met veel vocht en veel vezels erin aanwezig, of voeding met weinig vocht en weinig vezels erin aanwezig, wanneer nadat voeding in jouw darmen is beland, je darmwandspieren, ongeacht of die voeding nou wel of niet je darmwand bepaald doet oprekken, je darmwandspieren simpelweg niet in staat zijn om peristaltische bewegingen te gaan vertonen nadat voeding in jouw darmen is beland. Dus dat aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen. Want ja, dan, ongeacht of je voeding vochtrijk, vezelrijk is of vochtarm, vezelarm is, ja, dan zal de inhoud van je darmen hoe dan ook niet voortgestuurd worden, stil blijven liggen, obstipatie veroorzaken. Dus obstipatie is het gevolg van darmwandspieren die niet goed in staat zijn om peristaltische bewegingen te gaan vertonen nadat voeding in je darmen is beland. En peristaltische bewegingen wil zeggen aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen. Dat is namelijk nodig om de inhoud van je darmen voort te kunnen stuwen en obstipatie, verstopping van en in je darmen te kunnen voorkomen. Dus, moeten we het gaan hebben over de uitvoering van peristaltische bewegingen door je darmwandspieren nadat voeding in je darmen is beland, want daar is dus het wel of niet optreden van obstipatie, verstopping van afhankelijk. Darmwandspieren, net als alle andere spieren in je lijf, zijn enkel in staat om te bewegen. En je darmwandspieren zijn enkel in staat om peristaltische bewegingen te gaan vertonen wanneer je darmwandweefsel, en dus ook daar waar die spieren aanwezig zijn, in het bezit is van voldoende vocht en geladen deeltjes genaamd elektrolyten,
Dat zijn geladen deeltjes met een vochtaantrekkend vermogen. Want spieren kunnen enkel bewegen wanneer in het weefsel waar die spieren aanwezig zijn ook wel voldoende vocht en voldoende geladen deeltjes, genaamd elektrolyten, aanwezig is. Dus wanneer er niet voldoende vocht en niet voldoende geladen deeltjes, genaamd elektrolyten, aanwezig is in je darmwandweefsel, op het moment dat voeding in jouw darmen aanbelandt, ongeacht of jouw voeding nou vocht- en vezelrijk is of vochtarm en vezelarm is, dan zijn de spieren in je darmwand simpelweg niet in staat te bewegen, peristaltische beweging te vertonen, en zal de inhoud van je darmen, ongeacht of het nou vochtrijk en vezelrijk of vochtarm en vezelarm is, stil blijven liggen, obstipatie veroorzaken. Wanneer zal je darmwandweefsel wel in het bezit zijn van vocht en die geladen deeltjes, genaamd elektrolyten, en wanneer niet? Nou, vocht en geladen deeltjes, genaamd elektrolyten, dat zijn dus moleculen met een vochtaantrekkend vermogen, kunnen enkel opgenomen worden in je darmwandweefsel nadat afvalstoffen met een vochtaantrekkend vermogen, polaire varianten van afvalstoffen die voortdurend gevormd worden in en door je darmwandcellen, nadat die verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn in en door je darmwandcellen. Want hoe zit het? Geladen deeltjes, waaronder ook polaire varianten van afvalstoffen, moeten eerst cellen uit, alvorens weer nieuw vocht en geladen deeltjes, genaamd elektrolyten, cellen in je cellen, in dat weefsel al daar opgenomen mogen worden. Dus op het moment dat de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen, polaire wateroplosbare varianten van afvalstoffen, ook met een vochtaantrekkend vermogen, in en door je darmwandcellen niet goed verloopt, dan kunnen vocht en elektrolyten niet goed opgenomen worden in je darmwandweefsel. Zijn de spieren in je darmwandweefsel niet goed in staat om te bewegen, peristaltische bewegingen te vertonen. En ongeacht of jij dan voeding die vochtrijk en vezelrijk of vochtarm en vezelarm in je darmen laat belanden, die voeding kan dan simpelweg niet voortgestuwd worden en zal stil komen te liggen met obstipatieverstopping tot gevolg. Dat is dus allemaal afhankelijk van de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen, waaronder die polaire varianten met vochtaantrekkend vermogen in en door je darmwandcellen. Verloopt dat goed, dan kunnen de spieren in je darmwandweefsel prima bewegen. Verloopt dat niet goed, dan zijn de spieren in je darmwandweefsel niet goed in staat te bewegen. Nou, en wanneer verloopt de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen in en door je darmwandcellen, waaronder die polaire varianten, nou niet goed? Nou, dat is wanneer er tekorten heersen in vocht en bouwstoffen in je lijf, inclusief je darmwandweefsel. De verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen, waaronder die polaire varianten, in en door je darmwandcellen, is een anabool opbouwend en herstellend stofwisselingproces. En dat type proces, daar hebben je cellen, inclusief je darmwandcellen, vocht en bouwstoffen voor nodig. Een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat wil zeggen, kan je lichaam niet zelf vormen. Dat wil zeggen dat wanneer jouw voeding, ongeacht of jouw voeding nou vocht- en vezelrijk is of vocht- en vezelarm is, wanneer jouw voeding te weinig essentiële varianten van bouwstoffen levert, dan zullen er tekorten in die essentiële varianten van bouwstoffen in jouw lijf ontstaan en uitbreiden. Wanneer tekorten in die essentiële varianten van bouwstoffen in jouw lijf heersen en uitbreiden, dan kunnen anabole stofwisselingsprocessen in en door je cellen, waaronder je darmwandcellen, niet goed
uitgevoerd worden, kunnen afvalstoffen, waaronder polaire varianten van afvalstoffen, niet goed verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden worden in en door je darmwandcellen. Omdat een anabool stof is een proces, kan de opname van vocht en geladen deeltjes genaamd elektrolyten in je darmwandweefsel niet goed plaatsvinden, want dan moet eerst die uitscheiding van polaire variant van afvalstoffen voor plaats hebben gevonden. Kunnen de spieren in je darmwandweefsel niet goed bewegen, peristaltische bewegingen vertonen nadat voeding in je darm is beland. En dan ongeacht of jij vochtrijk vezelrijk hebt gegeten of vochtarm vezelarm hebt gegeten, kan de inhoud van je darmen niet goed voortgestuurd worden, want daar heb je bewegelijke darmwandspieren voor nodig. Dus, als antwoord op je vraag of het klopt wat je hebt gelezen, dat ook wanneer je voeding vochtrijk en vezelrijk is, toch obstipatie op kan treden, ja, want ook wanneer jouw voeding vochtrijk en vezelrijk is, kan jouw voeding alsnog tekorten veroorzaken in de essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf, waardoor de uitvoering van anabole stofwisselingprocessen in en door je darmwandcellen niet goed kan verlopen, de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van polaire varianten van afvalstoffen in en door je darmwandcellen niet goed kan verlopen, de opname van vocht en elektrolyten geladen deeltjes in je darmwandweefsel niet goed kan verlopen en de spieren in je darmwandweefsel niet goed kunnen bewegen, want die kunnen enkel goed bewegen wanneer er voldoende vocht en geladen deeltjes genaamd elektrolyten in je darmwandweefsel aanwezig zijn.